Maar ik ga elke dag verkleed gewoon in verkeerde outfit. Ja. Ben je ready? Ik ben zeker ready. Zou je dat durven? Ja. Oké, cool. Ja. Zo zou ik het dus nooit dragen. Zo vind ik het wel heel grappig. Ja. Dan toch met mijn eigen kleding, weet je wel. Iets anders. Ja. Netjes voelen. We gaan het samen hebben over. Maar anders kan ik ook een gangster look afmaken. Weet je wel hoe die het En in deze video ben ik met Sterre. Ja, superleuk. Want vandaag ga ik in Sterre haar kast, tenminste. Jij gaat zeg maar 3 outfits. Zeg maar een chill outfit, een feest outfit. Okay. En een normale, ja, wat je gewoon naar school of zo aan zou doen. Oké. Okay. Oh ja, is het niet op school? Ja, maar ik ga elke dag verkleed gewoon in verkeerde outfits, hè. Dus dat wordt wel lastig om een normale outfit te doen. Een normale? Ik ga er 3 voor jou uitkiezen en jij 3 voor mij. Dit wordt natuurlijk wel een beetje loeiend, want jij weet gewoon wat er allemaal in jouw kast ligt. Zeker. Dus jij kan eigenlijk nu ook al de outfits bedenken. Maar bij mij ligt het denk ik wel wat langer. Ja, ik heb er ook nog niet heel goed over nagedacht. Het is niet moeilijk waar het allemaal ligt, toch? We hebben 2 kasten. Ja. En ik heb nog 1 kledingrek op de oude kamer van mijn broer. Ja. Omdat ik nergens in mijn kasten iets kan ophangen. Nee. Met welke outfit zullen we beginnen? Chique, zei je of zo? Feestoutfit. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja? Ja, okay, vind ik wel leuk. Jij begint. Echt, ik ga beginnen? Oké, is goed. Ja, want jij weet het al een beetje misschien. Ja, ik ga wel even iets leuks voor jou zeggen. Oké. Oké, dan ga ik wachten. Ben je ready? Ik ben zeker ready. Oké, dan ga ik lekker naar de andere kamer. Ja, is goed. Want daar hangen alle feestdingen. Ja. Woe! Kijk, dit is mijn kledingrek. En hier hang ik eigenlijk al mijn jurken aan en zo. En ik vind het wel leuk om iets feestelijks hier uit te zoeken. Dit is heftig. Ik weet niet wat ze hiervan vindt. Maar ze zou het wel passen. Het is wel handig, want we hebben ongeveer dezelfde maat. Dus ik kan wel gewoon alles denken. Hé, deze heb ik nog nooit zelf aangehad. Die heb ik gekocht. Veel te duur. Maar hij is ook wel intens. Een rok. Een hele grote rok. Zullen we voor glitter gaan? Ik heb een keer de dresscode red gehad voor een première. Daar heb ik deze van. Maar hij is wel sexy. Hij is wel heel heftig. Ik ben zo natuurlijk nog 13. Dus ik wil ook niet helemaal al ingaan. Maar deze heb ik een keer aangehad. Die hing hier los. Ik denk dat ik iets heb gevonden, Senna. Oh ja, ik heb deze jurk heb ik aangehad naar de première van Engel. En ik denk dat dit iets is wat Senna echt nooit aan zou trekken zelf. En dat vind ik persoonlijk heel leuk. Om haar gewoon een beetje uit de comfortzone te trekken. Dus we hebben deze. Maar ik denk dat ze heel cute staat. Sterre heeft dus al de eerste outfit uitgezocht. En nu ga ik de feestoutfit uitzoeken. Party. Ik ben heel benieuwd wat jij hebt. Maar ik ga het straks zien. Ik sta hier nu in de kamer waar ze veel feestkleding heeft. Tenminste, in de andere kamers heeft ze dat ook gewoon. Dus daar ga ik straks kijken. Kijk, ik zie hier heel veel glitters. Even kijken, ik zie het er wel leuk uitzien. Dit is volgens mij een soort jurkje. En dan met van die touwtjes maak je dit dan zo vast. Dit is een glitter topje. Opa leuk. Hey, ik vind dit ook wel echt heel leuk. Ik zie dit hier dan toevallig hangen. Maar dit is een soort lang jurkje denk ik. Ik ga eens even kijken hoe dat bij mij zou staan. Kijk, dit staat dan zo. En dan denk ik dat je deze zo moet doen. Maar dit is eigenlijk een soort jasje. Een glitterjasje. Dus eigenlijk zou je hier dan een zwart jurkje onder moeten doen. Jongens, ik heb dus iets leuks gevonden. Namelijk dit jurkje. Is hier open nog best wel bloot, zeg maar. En hier heb je dan van die touwtjes waarmee je het vast kan maken. Maar omdat hier het boven natuurlijk zo bloot is, ik weet dat je dat niet. Kijk, dit is gewoon zo'n soort hemdje. Ik denk dat ik die er gewoon onder doe. Ik denk dat dat wel echt heel feestelijk is in ieder geval. Oh my god! Mooi! Wauw! Ja. Ik hoop dat die gewoon goed is, gewoon qua lengte ook. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. We zijn even lang zowat, toch? Ik denk echt dat het een beetje, ja, precies even lang. Nee, je bent veel langer! Ja, ik ben 2 centimeter groter of zo. Oké, dit is wel heel mooi. Ja? Ja. Nou, wat leuk. Gewoon 1 item en is gelijk al
Ja, ik wist niet zo goed hoe dit in elkaar zat. Maar volgens mij is het dus gewoon zo, denk ik toch? Ja, en dan, ja. En met dan die touwtjes. Ik heb dan daarop nog gewoon een simpel zwart shirtje. Ja, dat is wel fijn. Ik vond deze wel heel feestelijk. Yay! Dan zei ik, doe eerst mijn die aan. Okay. Doe ik deze aan en dan kunnen we nog wel even kijken naar schoenen. Wat ja, oké. Oké. Ik vind het wel heel cute staan, maar ik ga dat niet helemaal laten zien, want ik wil nog schoenen voor je uitzoeken. Ja. Wee! Oh! Ja, wat ga je doen? Vertel het eens. Ik denk dat ik gewoon expres lekker hoger ga pakken. Dat jij het niet gewend bent om hoger te lopen. Het past overal bij. Oh my god. Wat hebben we hierbij? Deze zijn wel mooi. Ja! Ja. Dat zijn eigenlijk ook dezelfde, maar niet zwart. Er is aan en ik dacht, hè? Zijn mijn tenen nou zo dik? Nou jongens, we hebben het aan. Maar ik zonder hakken. Op de blote. Maar ik vind het je echt heel leuk. Ja? Met al die kettingjes en zo. Dus heb dat is wel leuk. Ja, je hebt gouden kettingjes, dus ik ga voor een goud tasje. Nou. Alsof we gewoon naar een feestje gaan. Zeker. Let's go. Ja, onderweg. Het is makkelijk, want wij zijn een beetje even groot. Ja, dus dat scheelt echt. Dus hij staat echt heel makkelijk. Ja, dat is wel schattig. Wel, je hebt dit wel goed opgelost, want daar was hij vaak te groot. Maar jij dacht, hemdje. Hemdje. Nu kan ik hem dragen. Fashion stylist. Oké, welke gaan we nu doen? Dat mag jij kiezen. We gaan nu wel de normale doen. Gewoon. Normale. Oké, het is dus een soort van normale naar school outfit. Maar ik was eigenlijk nooit zo van basic outfits naar school. Zeg maar, ik ging niet hierin naar school. Maar ik vond het wel altijd leuk om gewoon, weet je wel, gewoon mezelf te zijn. En niet soort van aan te doen wat iedereen aan heeft. Ik zat wel eerst te kijken naar een broek. Maar ik had dat colbertje gezien. Ik wil gewoon iets geks. Iets dat zij denkt, naar school aan? Dit ga ik nooit naar school aan doen. Dit jasje. Een bloemenjasje. Dat staat haar wel. Dus ik denk dat ik voor deze ga. Ze heeft wel best wel stoere kleding volgens mij. Weet je wel? Deze is ook leuk. Dit is ook weer een beetje gek. Oké, ik neem deze twee allebei mee naar de andere kamer. En dan ga ik hier wel twee verschillende dingen bij bedenken. Ik hoef in elk geval geen schoenen meer uit te zoeken, want die passen niet. Ik heb echt een maatje 35, 36. We hebben deze. En we hebben deze. Nu ga ik op zoek naar een leuke broek. Ik zou daar denk ik wel even zo'n leren zwarte broek onder dragen. Ja, deze is prima. Oh, wacht. Had ik daar niet een rokje ook van of zo? Found it! Dat vind ik wel leuk. En anders wordt het dus deze en die. En ik denk dat ik hetzelfde shirtje eronder wil. Deze. Welke wordt het? Ik weet het niet. Ik twijfel een beetje, want ik vind die wel heel leuk. Maar ik vind deze even net wat aparter nog. Alleen, ik zou eigenlijk nooit dit dan ook erbij aandoen naar school. Dat is super tof voor een videoclip. Maar dat is wel, weet je wel, dit jasje zou ik nog wel dragen naar school. Maar ik denk niet dan ook nog datzelfde broekje. Anders, ja, ik zou dat nog wel dragen met deze, denk ik. Dan is het iets normaler. En dan met die top. Dus dat gaan we doen. Check! Senna, kom maar! Kijk dan, met de bruidsjurk. Nee. Dat was hem nog, de vorige keer. Oh, maar nu gaan we de normale outfit doen. Ik heb geen idee. We moeten hierna natuurlijk nog de chill outfit. Dus ik ga geen joggingsachtig soort broek of zo kiezen. Dus ik wil denk ik een beetje iets van een spijkerbroek of zo gaan uitkiezen. En het is op zich best wel mooi weer buiten. Dus ik hoef niet super dik met een trui of zo. Dus ik ga even rondneuzen. En dan kom ik zo weer terug. Oké, jongens. En dan denk ik, het is wel heel leuk om misschien een petje of zo bij deze outfit te doen. Maar ik zit een beetje te twijfelen. Want dat kan ik bijvoorbeeld ook gewoon bij die chill outfit doen. Kijk, ik vind zo'n shirtje bijvoorbeeld wel heel leuk. Of ik heb deze body gezien. Deze denk ik ook wel heel mooi. Of ik had ook dat shirtje, maar dan in het korte mouw. Zo'n topje. Ik denk dat dat wel heel leuk is voor de normale outfit. Maar ik moet natuurlijk ook even een broek bij. Ja, I don't know. Wat voor broek ik daar nou bij wil. Kijk, ik heb hier nu gewoon een zwarte broek. De outfit wordt deze zwarte broek. Skinny jeans gewoon met gaten. Dan heb ik dit shirtje erbij. En dan deze pet. Maakt hem wel een beetje af. Dat wordt de outfit. Ik ga sterren roepen. Sterren! Ik ben heel benieuwd. Ik van mijn eigen kleding en weet te maken. Oh my god. Kijk uit. Ja? Ja. Nice. Deze heb ik voor je. Ja, heel leuk. Colbertje. Die maakt hem sowieso wel gelijk. Ja. En een leren broek. Heel leuk. Als je gewoon deze erbij hebt, dan maakt hij hem gewoon, zeg maar. Maar zou je dat aandoen naar school? Zou je dat durven? Ja. Oké, cool. Ja, joh. Dan heb ik voor jou. Nou,
Nou, we beginnen anders wel met de broek. Yes. Ik heb deze broek. Een broek met scheuren. Ja. Leuk. Dit shirtje, ik vond het kleurtje wel heel leuk. Ja, dit vind ik ook heel leuk. Heel leuk. Ik heb dat nog nooit van elkaar aangehad. Nee? Ik heb die echt wel veel gedragen, maar nooit met deze broek. Dus vind ik wel leuk. Oh ja. En dan heb ik nog een beetje aan het werken. Nou, ik ben heel benieuwd. Yes. Dit is wel echt iets heel anders weer dan. Ja, toch? Maar goed, ik denk dat het wel heel leuk is. Ja. Oké, okay, jongens. Oeh. Maar dat van jou is ook wel heel leuk, hoor. Ik vind het wel echt... Ja, maar dit is... maakt hem echt. Ja, maar dit is dus... Zo zou ik het dus nooit dragen. Zo vind ik het wel heel grappig. Ja. Dan toch met mijn eigen kleding, weet je wel. Iets anders. Ja. Dit is wel echt inderdaad een schooloutfit. Yes. Met dat jasje of zo. Ja. En met als je prestatie moet geven of zo, weet je wel. Ja, maar dat wel. Dat het ja. Zodat ik me zo van... Netjes voelen en soort van zelf. We zijn wel over. Ik mocht nooit petten dragen op school. Vond ik echt spannend. Ik draag nu echt steeds petten inderdaad met vet haar en zo. Maar op school zo, ik... Dat nooit. Ja, weet ik eigenlijk ook. Ja, waarschijnlijk gewoon ja. Dat zie je hoofd niet eens zien. Ik was ook wel iemand die dan af en toe in slaap viel of zo. Oh ja. Oh. Cool. Nee, dit is wel echt heel leuk. We like. Oké, nu is het chill outfit. Yeah. Yes, oké, chill outfit. Ik heb hier, deze twee dingen zijn echt van zo'n pak, zo'n chill pak bij elkaar. Ik heb deze, een korte trui. En dan doe ik daar vaak een bijhorend rokje bij. Dat zit wel echt super lekker. Misschien ook wel lekker om iets van een broek te doen. Ze heeft wel lekker alles omgegooid hoor. Lekker Senna. Oké, dus ik heb... Al mijn korte mouwen shirts, truien. Lijkt me serieus alsof hier één dikke party is geweest. Allemaal hakken. Het zit lekker ook. Dit is ook zo, echt zo'n heel zacht stofje. Zo'n fluwelen stofje. Dat weet Senna nog niet. Maar ze krijgt zoiets van mijn merchandise ook. Maar ik kan er nu ook gewoon iets aantrekken. Dit draag ik dus nu op mijn laatste shirt. Gewoon mijn hoodies. Oké, ik heb het besloten. We gaan gewoon voor... Full gangster mode. En dan zou ik eigenlijk iets van een zwarte muts of zo nog erbij moeten hebben. Maar die heb ik geloof ik niet. Ik kan wel een blauwe muts. Oké, ik heb toch deze gepakt. Want dat is dan nog lichtblauw. Met een, dan kan ik die lichte muts erbij doen. En dan joggingbroekie. En dan zijn we ready. You can come. De chill outfit. Ik heb nu natuurlijk een spijkerbroek aan. Dit was de vorige outfit. Colbertje met het shirtje en de leren broek. En nu zijn we natuurlijk aangekomen bij de chill outfit. Chill broek. Joggingsbroek of zo. Denk ik wel het beste. Ik heb even de broeken die ik leuk vind op de grond gelegd. Ze zijn allemaal van Nick en Nick. Maar dit zijn wel echt een beetje joggingsbroeken. Want voor de rest best wel veel spijkerbroeken en zo. Dus hier kan ik misschien ook nog wel eventjes kijken. Ik heb dus deze trui gevonden. En als je goed kijkt, is het dus best wel blauw, die letters. En dat is eigenlijk precies dezelfde kleur als deze broek. Dus ik denk dat die samen wel gewoon leuk kunnen zijn. En dat is wel echt een chill outfit, want dat is natuurlijk echt met zo'n trui en zo. Kijk jongens, hier zie ik dan het hele setje. Dat jasje met die broek hoor dan. En dan heb ik zo'n shirtje eronder. Ik denk dat ik dat gewoon doe, want dat is natuurlijk wel echt een goede chill outfit. Dus dit denk ik eventjes wat leuker. Ik heb deze gevonden. En ik vind deze misschien nog wel beter passen. Maar ik weet niet zeker. Ik ga het zo heel veel checken bij de outfit. Ja! Ja! Ga jij eerst weer? Ja? Nee. Ik heb lekker een Joey broekie. Ja! Lekker Joey broekie. Een trui. Ja! Van mijn merch. Ja! Ik kon niet kiezen. Ja. Ik had deze eerst. Ja? Ik wou een keer een muts van jou zien. Lijkt me leuk. Oké. Maar aan de andere kant ook, ik wil die hele gangster look afmaken. Ja, een beetje toch? Hoe die dus dan heb ik nog een zwarte pet gevonden van mijn broer. Oké. Ik ben heel benieuwd. Ik heb echt een pak. Oeh. Dus ik heb dit jasje. Ja. En je weet denk ik al wat erbij hoort. Ik wou dit dus echt voor jou een pak moeten hebben. Dat vind ik ook super chill. Maar ik doe er altijd een shirtje op. Ja, die dat heb ik vinden. Ook. Ja, maar jij hebt dus een ander shirtje gepakt. Ik heb gewoon... Ja, een wit hemdje, ja, soort die van. Top. Maar die doen we er gewoon dan gewoon onder. Ja, die stop. En met deze inderdaad erbij. Ja, dat ik is was leuk. Ik was compleet vergeten dat ik deze erbij had, inderdaad. Ja, heel leuk. We like. Woo! Yeah! Ik kan het hebben. Nee, echt zo. Oh, ik krijg gewoon echt zo'n raar hoofd. Nee, dit is hartstikke wat leuk. Wat vind je, open of dicht? Open. Want dan zie je ook nog het shirtje. Zie je ook nog het shirtje. Want dit is echt ook zo'n outfit dat je gewoon naar buiten kan dragen. Ja. Maar ook gewoon heel leuk. Ik kan hier nog wel de hond mee aanzetten, weet je wel. Ja, dit is de corona look. Ja, oprecht. Nu de hele dag rond. Ja.
Oké, nou jongens, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En heel erg bedankt. Het was heel leuk, hè? Ik vond het ook heel leuk. Ja. Nieuwe inspiratie gekregen. Het was ook echt kledingkast. Ja. En het was echt chill, want ik paste gewoon alles. Ja. Dat had ik ook niet bij iedereen. Want ja. Maar ja. Hoe groot had je me eigenlijk ingeschat? Had je daar überhaupt over nagedacht? Nee, eigenlijk, ik had niet verwacht dat je heel lang was. Nee, maar ik ben wel gewoon iets langer, omdat je ook wat ouder bent. Ja. Maar goed, ik ben uiteindelijk langer. Ik ben 5 jaar ouder.